Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij is voorbereid op verdere stappen van het bedrijf Dokse Club, zegt minister Pralat Soudin. Er bestaat een dispuut tussen de twee partijen over de import van broedeieren. De Dokse Club had beslag laten leggen op de bezittingen van het ministerie, die door tussenkomst van de rechter is teruggedraaid. Daarmee is echter deze slepende zaak nog niet afgelopen. Wacht af. Natuurlijk kan de tegenpartij weer in hoger beroep gaan, je weet maar nooit. Maar we zijn voorbereid. Kijk, hij is ondernemer. Hij gaat vechten, dat weten we. Ik ben ook ondernemer geweest. Je gaat vechten, dat is jouw belang. Dat is je broodwinning. Wat er nu is gebeurd, een 2 weken geleden, het leek alsof de vogelgriep in Nederland bijna verdwenen was. Toen hadden intern besloten van laten we kijken om voorzichtig en tenminste de aanvragen te behandelen en dan per geval het zaakje te bekijken van waar gaat die importeren. En de dag waarop wij die publicatie zouden liggen in de krant of via de media, die dag kwam er weer een grote uitbraak in Barneveld in Nederland. En u weet, Barneveld is de mekka van pluimvee in Nederland. Hebben we meteen gestopt, want dit is een veel gevaarlijker variant wat er nu is uitgebroken. En we zaken weer zo aangehouden. Importen uit Amerika, uit bepaalde delen worden toegelaten. En zoals we gisteren hebben vergaderd met de autoriteiten uit Brazilië, kunnen we binnen 2 à 3 weken starten met de eerste importen van eieren uit Brazilië. De minister zegt dat tot nu toe Brazilië en Argentinië de enige landen zijn waar er vogelgriep is. De bewindsman geeft aan dat er vorig jaar al een dergelijk geval speelde. Waar de rechter in het voordeel van LCV een uitspraak had gedaan. Wat er dit jaar speelde is, we hebben stopgezet de importen, maar het ging om eieren die reeds besteld waren, zeilende waren, waarvoor er iets betaald was. Die partijen zijn vrijgegeven. Maar daarna is het helemaal stopgezet. En het gaat dus erom dat er geen vogelgriep heerste in Brazilië en Argentinië.